Het Nationaal Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair Team van de Landmacht oefende donderdagmiddag in het buitengebied van Winterswijk. Er werd een situatie nagebootst waarin mogelijk chemische of biologische wapens ingezet zouden zijn. Onze eenheid is met name bedoeld om 24/7 de politie, brandweer of de ambulances te ondersteunen bij chemische en radiologische incidenten. Ja, we zijn gespecialiseerd in chemische strijdmiddelen. En ja, gezien de locaties die we hier kunnen aantreffen, kunnen we hier op een andere manier trainen dan we normaal gesproken doen in onze eigen werklocatie in Vught. Op welke manier is het hier dan meer waarheidsgetrouw dan op jullie locatie? Het voordeel is hier dat wij hier in een daadwerkelijke woonsituatie hier trainen. Een normale situatie die niet geanceneerd is. We hebben wat dingen toegevoegd aan de locatie om zeg maar, de trainingswater te behalen. Want uiteindelijk als we het weer aantreffen, zeg maar, hoe het ook normaal gesproken in de praktijk zou plaatsvinden. Vaak de meeste oefenlocaties zijn bekend bij de mensen. Hier worden ze in het diepe gegooid. Een onbekende locatie voor iedereen. En op die manier wordt iedereen weer geprikkeld om het op een andere manier aan te lopen. En waarom dan hier in Winterswijk? Ja, bij toeval is deze locatie ter beschikking gesteld. En als wij het aanbieding krijgen om ergens te oefenen, dan, dan gaan we kijken of het past. En in dit geval past het goed. En op zich, door de landelijke ligging, verstoren we eigenlijk niemand. Maar we kunnen wel voor onszelf lekker trainen hier. Dus vandaag. Wat merkt de omgeving van deze oefening? Het enige wat we zien zeg maar, is even de voertuigen die hier staan. Ja, mensen die in beschermde kledingen rondlopen. En voor de rest proberen we eigenlijk zo min mogelijk de omgevingen te verstoren. En hoe vaak komt een scenario als hier getraind wordt nou voor in de praktijk? Gelukkig komt het in de praktijk niet zo heel vaak voor. Alleen omdat het werk zoveel specialisme vraagt, moeten we het vaak beoefenen. Op het moment dat het wel ooit gaat plaatsvinden, moeten we er klaar voor zijn en daarvoor trainen wij. Als we kijken wat in Engeland gebeurt in Salisbury met de Russische spion Skripal, heeft hij aangetoond dat ook het binnen Europa mogelijk is. En daarvoor zijn we ook in het levengroep om zulke dingen te kunnen ondersteunen. En op die gebieden kunnen wij als CBRN de responseenheid, maar ook als CBRN Centrum in Vught, daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de veiligheid binnen Nederland.